Joost de Verne, VVD. Jullie hebben wel veel vakantie in Den Haag? Recess is geen vakantie. Recess um, zijn periodes, zijn weken in het jaar waarin de Kamer niet vergadert, maar het werk van Kamerleden wel gewoon doorgaat. Kamerleden die niet in de plenaire zaal zitten, zijn vrij? Nee, helemaal niet. Die zijn ook heel hard aan het werk, alleen niet altijd in de plenaire zaal. De hele week wordt er door Kamerleden op allerlei plekken in de Tweede Kamergebouwen vergaderd en met elkaar overlegd. Waardoor Kamerleden moeten kiezen wat ze het belangrijkst vinden. Hebben Kamerleden dan niet hetzelfde werk? Nou, Kamerleden die specialiseren zich in een aantal onderwerpen. Iedere fractie bestaat uit een aantal Kamerleden en onderling wordt het werk verdeeld. Zijn dat dan de commissies? Een commissie is een groep Kamerleden die allemaal hetzelfde specialisme hebben en die daar in een commissievergadering met elkaar over spreken. Er is ongeveer voor ieder ministerie een commissie, het is bijvoorbeeld een commissie voor Binnenlandse Zaken en een commissie voor Veiligheid en Justitie, om een wet tot stand te brengen. Er um, worden heel veel vergaderingen gehouden en wordt er heel veel gesproken over de inhoud ervan. En dat gebeurt onder andere ook in een commissie. En dan wordt er bijvoorbeeld met de minister of de staatssecretaris gesproken over een voorstel van wet. Maar er kan ook worden gesproken over hoe een minister of een staatssecretaris de wet uitvoert. Zijn commissies belangrijk? De commissies zijn heel belangrijk. Um, de commissies maken eigenlijk deel uit van het Proces wat de Kamer aan werk verzet. En heel veel van het handwerk uh, van wetten maken, uh, de minister controleren, gebeurt juist in de commissies. Is een parlementaire enquête ook een commissie? Een parlementaire enquête, dat wordt wel gezien als het zwaarste middel dat de Tweede Kamer heeft om informatie in te winnen. Um, op zo'n moment komen er een aantal Kamerleden van verschillende partijen bij elkaar in een enquêtecommissie en zij kunnen dan informatie vragen van iedereen maar ook van ministers um, en dat moet gebeuren onder Ede.